Ik ben Janette en superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik echt een superleuke video voor jullie. Ik heb namelijk een winactie met echt hele mooie prijzen. Dus als je dat wil winnen, moet je zeker de hele video afkijken. En dan wens ik je heel veel kijkplezier. Ik ga dus een winactie doen en ik heb echt hele mooie prijzen. Ik heb bijvoorbeeld Joy-sieraden die ik zelf altijd draag en waar ik heel veel vragen naar krijg. Maar ook heel veel parfum. Ja, je moet zeker blijven kijken als je deze prijzen wilt winnen. Waarom ik deze winactie doe is ook nog heel erg bijzonder. En er zit namelijk een verhaal bij. En dat ga ik nu even kort aan jullie uitleggen. Namelijk de beste vriendin van mijn moeder, Josephine. Die heeft namelijk begin dit jaar te horen gekregen dat ze MS heeft. En zij kan dus nu ook al heel slecht lopen en zit dus nu in een scootmobiel. Om de MS te stoppen, daar heb je een speciale behandeling voor nodig. En die wordt eigenlijk in Nederland niet uitgevoerd voor MS patiënten. En wel in Rusland. Dus we zijn met z'n allen een grote stichting gestart. En wij gaan proberen 75.000 euro op te halen om voor Josephine die behandeling te krijgen in Rusland. En toen dacht ik, oké, hier wil ik echt heel erg graag aan helpen. En ik heb natuurlijk 20.000 volgers ongeveer op YouTube. En ik dacht, hoe gaaf is het als wij allemaal 1 euro zouden doneren, dat we dan 20.000 euro kunnen ophalen. Toen dacht ik, het is wel heel erg leuk om hier een winactie aan te verbinden, aangezien ik ook bijna de 20.000 volgers heb. Daarom heb ik voor jullie hele leuke prijzen kunnen regelen. En die heb ik van twee bedrijven gekregen waar ik echt heel erg blij mee ben. Dus ik ga nu snel even kort de prijzen laten zien. En dan ga ik jullie vertellen hoe je mee kan doen aan deze winactie. Als eerste heb ik van Susie Fleurs in Voorschoten, dat is een bloemenzaak, heb ik hele mooie Joy sieraden mogen ontvangen. En ik krijg namelijk altijd heel veel vragen naar mijn sieraden. Dus ik dacht, het is ook wel heel erg leuk om twee dingen aan jullie weg te geven. Als eerste heb ik deze oorbellen. En dit is prijs nummer 1. En ik heb deze oorbellen zelf ook in. Alleen de hartjes zijn dus turquoise en de rest is helemaal zilver. Echt heel erg leuk voor de zomer. Prijs nummer 2 is ook dit superleuke kettingje van Joy. En dit bandje is dus ook een beetje turquoise blauw. En dan zit er een heel mooi klein zilver hartje aan. En dit is echt heel erg leuk om bijvoorbeeld te dragen op vakantie. Dan heb ik nog 5 hele leuke prijzen gekregen van Beauty X. En dit zit bijvoorbeeld in Voorschoten en in Wassenaar. Ik zal het hieronder even laten zien. En daar heb ik 5 hele mooie dingen voor jullie mogen uitzoeken. Als eerst zit er een parfum in. Hij zit gewoon nog in de verpakking. En dit is best wel een bekend parfummetje. Dit is namelijk La Vie aux Belles van Lacombe. En dit is echt een van mijn lievelingsparfums. Dus ik dacht, dat is wel heel erg leuk om als derde prijs aan jullie te geven. Als prijs 4 heb ik ook een heel lekker parfum. Namelijk van Marc Jacobs. En dit is Daisy Twinkle. En deze ruikt echt heel erg lekker bloemig. En ik hou echt heel erg van dit parfum. Dus dit is prijs nummer 4. Prijs nummer 5 is eigenlijk ook voor mannen. En ik dacht, het is ook wel leuk om een prijs voor mannen te doen, zodat de mannen ook mee kunnen doen. Maar je kan het natuurlijk ook aan je vriend of aan je vader geven. En het is namelijk het One Million parfum. En dit is best wel een bekend parfum onder de mannen. En ik vind het zelf ook heel erg lekker ruiken. En het is ook gewoon 50 milliliter. Dus dit is prijs nummer 5. Prijs nummer 6 zou ik zelf ook super graag willen hebben. Dat is namelijk dit oogschaduwpalet van Anastasia. Er zitten echt hele mooie kleurtjes in. En dit oogschaduwpalet is echt heel erg goed. Dus dit is prijs nummer 6. En dan als laatste de 7e prijs. En dit ruikt ook heel erg lekker. Is ook van Marc Jacobs. En dit is de Daisy Dream Sunshine. En dit is gewoon een fles van 50 milliliter. Nou, dit waren de 7 prijzen. En ik wil Susie Fleurs en natuurlijk Beauty X heel erg bedanken dat ik deze prijs aan jullie mogen verloten. Om natuurlijk geld op te halen voor Josephine. Wat heel belangrijk is als je mee wilt doen aan de winactie, is dat je minimaal 1 euro doneert. Ik zal natuurlijk ook alle informatie in de beschrijving zetten, zodat je het even terug kan lezen. En aan het einde volgt ook nog een filmpje waarin uit wordt gelegd wat Josephine nou precies heeft. En er is ook een website Weg met MS voor Josephine. En hier staat ook alle informatie nog op. Oké, als je wil meedoen met de winactie, is het heel belangrijk dat je minimaal 1 euro doneert. Mag natuurlijk altijd meer, zijn we heel erg blij mee. Maar om mee te doen moet je minimaal 1 euro doneren. En als je vaker 1 euro doneert, heb je ook meer kans om te winnen. Dus dat is heel erg leuk. Als tweede is het heel erg belangrijk in de beschrijving, als je het geld gaat overmaken, even de winactie van Janette. Dus even winactie Janette neerzet.
En dat je even je Instagram laat achterlaat of je voor- en achternaam. Zodat als ik de winnaars ga bekendmaken, dat ik jullie wel kan bereiken en even jullie naam kan zeggen. Dus dat is heel erg belangrijk. En als je natuurlijk een voorkeur hebt voor prijs 1, 2, 3, 4, 5, 6 of 7, is dat ook heel erg leuk om achter te laten. Voor de rest, alle prijzen worden gewoon verloot. Ze kijken aan het eind gewoon hoeveel geld hebben we en er worden alle 7 prijzen worden gewoon verloot onder iedereen. En daar komt ook nog een aparte video van. Ik zou het echt super leuk vinden als we met 20.000 mensen 20.000 euro kunnen ophalen. En ik ben heel erg benieuwd wat we kunnen ophalen voor Josephine. Ik vind het ook super leuk om deze winactie te delen met jullie. Dus als je denkt ik wil een van deze super mooie prijzen winnen, doneer dan minimaal 1 euro. En dan zijn misschien wel een van deze prijzen binnenkort voor jullie. Heel erg bedankt voor het kijken. En hierna volgt nog even een video ter duidelijkheid. En als je vragen hebt, kan je natuurlijk altijd even reageren in de comments. Doei doei! Ik ben Josephine de Ruy. Ik ben 50 jaar. Ik ben getrouwd met Gerard de Ruy. We hebben 3 kinderen. Ramino, Jure en Jaden. We wonen in een prachtig dorp en dat is Voorschoten. Ik ben zelf verpleegkundige. Eigenlijk al vanaf mijn 17e. Helaas kan ik dat niet meer doen in verband met mijn ziekte. In 2015 ben ik gevallen en heb ik mijn enkel gebroken. Toen dat genezen was, werden de klachten zeg maar niet minder van mijn linker enkel. Na 4 jaar onderzoek eigenlijk, heen en weer naar het ziekenhuis, zijn ze er dus achter gekomen eind 2018 dat ik helaas PPMS heb. En dat is primair progressief MS. PPMS is dus een agressievere vorm van MS en ik merk gewoon elke dag dat ik achteruit ga en het gaat mij gewoon veel te snel. Ik gebruik nu al een scootmobiel, ik krijg een lift omdat ik de trap niet kan lopen, ik moet met krukken lopen. Nou ja, en heel veel dingen kan ik niet meer zoals ik dat voorheen deed. Het enige wat mijn ziekte zou kunnen stoppen is een stamceltransplantatie. Helaas, in Nederland wordt dat niet gedaan voor MS-patiënten. Daarvoor moet ik naar het buitenland. Ik heb jullie hulp heel hard nodig. Een stamceltransplantatie kost heel veel geld. Alsjeblieft, steun mij zodat ik zo snel mogelijk naar het buitenland kan om die behandeling te krijgen zodat mijn MS stopt.